Zoveel van ons houden ons vast aan oude gewoontes, denkpatronen, situaties in ons leven of andere mensen die ons alleen maar omlaag wegen. En ook al weten we dat als we hier afscheid van zouden kunnen nemen, ons leven zoveel mooier zou kunnen zijn, blijven we toch hangen in het oude. Ben je nog steeds samen met je jeugdliefde? Ja. Hoe gaat het? Ja. Maar we zijn wel 20 jaar getrouwd. In deze video ga ik je een persoonlijk verhaal vertellen waarom loslaten zo belangrijk is om plaats te maken voor de nieuwe, betere en prachtige dingen die zich willen introduceren in je leven. Hey mensen, mijn naam is Mike Ranji en welkom op mijn kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Als je mijn video's volgt en je haalt er waarde uit, dan zou ik het enorm op prijs stellen als je even op die like-knop klikt. Ik zou het heel, heel erg op prijs stellen. Daarmee steun je dit kanaal enorm. En als je nog niet geabonneerd was, dan kun je meteen op de abonneren-knop klikken als je geen van mijn nieuwe video's wilt missen. Als je kijkt naar je leven, de dingen die je doet, de gewoontes die je hebt, de mensen om je heen, hoeveel daarvan is in lijn met de beste versie die je kunt worden? Hoeveel van die dingen ondersteunen je in het creëren van het beste leven wat je zou kunnen hebben? En hoeveel van deze dingen doen juist het tegenovergestelde? Die wegen je omlaag. Ik weet het, een waarheid die niet leuk is om naar te kijken. De laatste maanden klampte ik me enorm vast aan een online business waar ik een paar jaar mee bezig ben. Het was op een punt gekomen waar ik er consistent mooie resultaten in behaalde. Maar ik voelde steeds meer een disconnect ontstaan met mijn kernwaarden. Met andere woorden, het draaide alleen maar om geld. Ik haalde er minder voldoening uit en het leverde me meer stress op dan fijne gevoelens. En ik merkte gewoon dat het een gewicht werd wat ik dagelijks met me meedroeg. Toch bleef ik ermee doorgaan, omdat ik er zoveel bloed, zweet en tranen in had gestopt. En het leverde me ook gewoon geld op. Geld? Zou iemand geld? Ik stond enkele momenten op het punt om alles af te blazen. En ik heb zelfs meerdere keren de remmer opgezet door bijvoorbeeld marketingcampagnes te stoppen. Maar elke keer weer startte ik alles opnieuw op, omdat een deel van mij mij niet los wilde laten. Tot na mijn laatste ayahuasca-reis, waar ik te zien kreeg hoeveel bagage ik met me meedroeg, wat niet resoneerde met de persoon die ik wilde worden. En wat voor moois er op me te wachten stond wanneer ik bereid was om dit los te laten. Oké, teacher plant. Dus om deze droom te leven, hoef ik alleen deze shit los te laten? Ja, en doe niet alsof je dat niet wist. Ja, eigenlijk wist ik het al. Dus deed ik het. Ik kapte alles af en ik maakte de beslissing definitief om ermee te stoppen. En wat er toen gebeurde, is de reden waarom ik deze video maak. En waarmee ik jou wil inspireren om goed naar je eigen leven te kijken. Op het moment dat ik deze business, wat een zware last was, stopte, kwam er direct een nieuwe mogelijkheid voor een business die wel resoneerde met me. En dat kwam op de meest magische manier bij me aankloppen, waardoor ik wist dat dit precies was wat het universum voor mij in petto had. Als ik ruimte maakte door het oude los te laten. Het was zo makkelijk om alles op te starten. De juiste mensen, informatie, inspiratie en alles wat ik nodig had om een nieuwe business op te starten, viel gewoon op mijn schoot. Ik hoefde er alleen maar ja op te zeggen en het werk te leveren wat nodig was. We leven in een magische droom, als je daarvoor kiest tenminste. Situaties als deze heb ik de afgelopen jaren zo vaak meegemaakt. Maar in deze setting, waar ik tijdens mijn ayahuasca-reis zo duidelijk te zien kreeg hoe ik me vastklampte aan dingen, terwijl er zoveel moois op me te wachten stond, wat ik allemaal kon ontvangen, als ik maar bereid was om los te laten. Dit gaf mij een realisatie die tot diep in mijn kern is doorgedrongen. Dus gewoon loslaten, anders zal je leven een hel worden. Duidelijk? Oké, teacher plant. Wauw, dat beeld krijg ik nooit meer van mijn netvlies. Zoveel van ons zijn zo emotioneel geïnvesteerd in de dingen die ons omlaag wegen. Dingen die niet bijdragen aan onze maximale potentie voor groei en geluk. Dingen die gewoon niet meer werken, maar toch blijven we ons eraan vastklampen. Intieme relaties die niet functioneren. Toxische mensen om ons heen. Saboterende gewoontes. Ongezonde denkpatronen. Carrières. Een baan. Een bedrijf. Hobby's. Zoveel van de dingen in ons leven doen we omdat we het een onderdeel hebben gemaakt van ons als persoon. We identificeren ons ermee en we investeren daarom enorm veel emotie hierin, wat ons gevangen houdt in een mentale illusie. De ziekte van ik ben
Puntje, puntje, puntje. Hoeveel mensen gaan wel niet elke dag naar hun werk waar ze een hekel aan hebben en komen thuis bij een gezin die ze niet kennen, staan op met gewoontes die saboterend zijn en kunnen niet in slaap komen omdat ze diezelfde negatieve vibes de hele dag met zich meeslepen. Dingen in ons leven die niet bijdragen aan ons optimale geluk, maar waar we genoegen mee nemen omdat het bekend is. We zijn ermee geïdentificeerd. Dit is nou eenmaal mijn leven en wie ik ben. Weet je wel wie ik ben? Nou, wie ben je? Wacht, ik stuur je de link van mijn Facebook. En ik wil hiermee niet zeggen dat we alles los moeten laten wat niet goed voelt. Neem ontslag, verlaat je gezin en ga naar de bergen ergens zitten mediteren. Dat is absoluut niet wat ik zeg. Sommige dingen kun je herstellen of verbeteren, vooral door eerst jezelf te verbeteren. Bijna alles in je leven wordt beter als jij beter wordt. Maar je zal, als je eerlijk kijkt naar je leven, ontdekken dat er misschien heel veel dingen zijn waarvan je diep van binnen voelt dat je leven naar een ongekend niveau zou kunnen stijgen wanneer je dingen loslaat. Misschien ben je wel 10 jaar met een partner waar je enorm emotioneel in geïnvesteerd hebt. Je hebt misschien wel een gezin, maar eigenlijk kennen jullie elkaar totaal niet. Niemand luistert naar de ander. En als je eerlijk bent, dan weet je niet eens de laatste keer dat je echt intense liefde voor elkaar hebt gevoeld. Zoveel mensen worden op deze manier oud samen, vol wrok, veroordeling, gescheidenheid, terwijl er waarschijnlijk een totaal ander leven op ze staat te wachten, als ze bereid zijn om los te laten. En dit loslaten hoeft niet per se elkaar te zijn. Vaak is hetgene wat je moet loslaten juist de shit in jezelf die de liefde in jou en je relatie in de weg zit. Functioneert je relatie niet? Kijk eerst even in de spiegel. Ik en mijn partner zijn soulmates. Ik hou van haar en op een manier die ik niet kan beschrijven in woorden. Maar dat was niet altijd zo. De eerste jaren was het een struggle. Er was totaal geen connectie. Maar we hebben beide losgelaten. Niet elkaar, maar onszelf. Onze identificaties met zelf. En in dat loslaten kwamen we dichter bij onszelf. De liefde die de bron is van ons allemaal. En daarmee ook dichter bij elkaar. Word eerst verliefd op jezelf en dan op anderen. En dit is zo met alles in het leven. De business die ik had, waar ik zwaar mee was geïdentificeerd. Het leverde geld op. Het maakte me een succesvolle persoon. Het maakte me waardig. Allemaal identificaties waar ik in geloofde, maar die me omlaag wogen. Omdat ze van het ego waren en niet van mijn bron. Dus ik liet los. En ik maakte daarmee ruimte voor mijn diepste zelf om door te kunnen schijnen. En het resultaat was prachtig. Ik ben er juist extreem op vooruit gegaan. En zo zal dat ook voor jou zijn. En ik weet dat als je nu nog kijkt, dat er dingen zijn die jou omlaag wegen. Dingen die niet werken in je leven. En je kunt ze makkelijk herkennen. Waar denk jij overmatig over na? Waar pieken je over? Of waar denk je juist niet over na? Waar kijk je voor weg? En wat probeer je te vermijden? Welke dingen in je leven? Mensen, situaties, gewoontes, een baan, denkwijzes, geloofsovertuigingen. Welke dingen wegen jou omlaag? En stel je nou eens voor, wat als je al die zware bagage die je met je meesleurt door het leven gewoon zou loslaten en een nieuw pad op zou slaan? Een eng pad, omdat je niet weet wat daar komen gaat, maar wel een pad van oneindige mogelijkheden. Ik weet hoe eng het is om los te laten, wat je ook wil loslaten. Je hebt nu zekerheid. Je kan je ergens aan vastklampen. En ook al maakt het je niet echt gelukkig, je weet in ieder geval wat je hebt. Dus neem je er genoegen mee. Wat als je loslaat? Wat heb je dan? Er is dan alleen maar onzekerheid. En daar kun je niet op bouwen. Tenminste, dat denk je. Want ik ben hier om je te vertellen dat je altijd iets hebt om op te bouwen. Je bent namelijk altijd supported. Je bent nooit alleen. En er zal altijd een kracht diep in jezelf zijn. In ons allemaal, die ons steunt, helpt en geleidt. En omdat het zo niet tastbaar is, kan je mind er niet op bouwen. En dat is eng, maar je hart kan er wel op bouwen. Door te vertrouwen en door te geloven dat deze prachtige energie, en noem het universum, God, spirit, bewustzijn, datgene heeft het beste met jou voor. En je mag daarop vertrouwen. Je mag vertrouwen. Je bent altijd geliefd. En je bent altijd supported. Loslaten is oncomfortabel. Het is de wereld van zekerheid en voorspelbaarheid verlaten en de wereld ingaan van onzekerheid. Een wereld waar je mind,
je ego doodsbang kan zijn, omdat die wereld niet voorspelbaar is. Maar waar wel oneindige potentie bestaat. Een wereld waar alles uit je wilste dromen mogelijk is. Alles? Dus ook... Nee. Dat niet. Oh, als jij moedig genoeg bent om die stap te zetten, om de shit in je leven die je omlaag weegt los te laten, dan zul je ruimte maken voor een intelligentie die niet met woorden te beschrijven is. En als jij daarop kan vertrouwen, dan zul je alles ontvangen wat je nodig hebt om de beste versie van jezelf te worden en het beste leven te creëren dat op jou ligt te wachten. Dus, beste kijker, ik hoop dat deze video je aan het denken zet. Of, wacht, ik zeg het verkeerd. Ik hoop dat deze video je niet aan het denken zet, want dat doen we al te veel. Ik hoop dat deze video je beweegt om in actie te komen. Om keihard te gaan werken aan loslaten. Of dat nou het loslaten is van saboterende gewoontes, bepaalde personen in je leven of andere situaties die je gewoon niet gelukkig maken. Nu is het moment om in actie te komen. Niet morgen of volgende week of in het nieuwe jaar. Nu. Als jij vanaf vandaag jezelf gaat ontlasten van de bagage in je leven om plaats te maken voor nieuwe, prachtige en verfrissende dingen, zet dan in de comments: mijn pad is verlicht. Mensen, heeft deze video je geholpen en vond je hem leuk? Klik dan even op die duim hier onder de video. Dit helpt mijn kanaal enorm met groeien, zodat ik meer mensen kan bereiken op YouTube. En als je nog niet geabonneerd bent en je wilt op de hoogte worden gehouden wanneer ik nieuwe video's post, klik dan hieronder ook op de knop abonneren. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.